Hallo, welkom bij het videoverslag van de healing voor beide angst en onzekerheid van 25 juli 2019. Nou, het is natuurlijk sowieso een recorddag vandaag qua temperaturen hier in Nederland en vast ook in België. Met de temperatuur richting de 38, 39 graden, als het niet zelfs op sommige plekken 40 is. Maar ondanks dat het healing zo met zoveel warmte gepaard gaat, was het juist ook eigenlijk weer heel erg goed terug te merken in de healing zelf. Het draaide inderdaad heel erg om warmte en liefde. Dus eigenlijk is het wel weer heel mooi en symbolisch hoe dat dan ook is. Ik ben begonnen met de healing cirkel op te bouwen. En sommigen van jullie weten al, dat had ik van de week al foto's over gedeeld. Ik had tijdens mijn vakantie een mooi kleedje gekocht. En die moet uiteindelijk op mijn altaar komen. Maar die moest eerst tijdens deze healing worden ingewijd. En benut worden voor deze healing. En ook tijdens de vakantie had ik eieren gekocht. Stenen eieren van steensoorten uit Afrika. En ook die moesten op het kleedje terechtkomen. En daaromheen nog een heel groot Lemurus cluster. Mijn eigen engel Marijke. En nog een mooie woestijnroos. Met daarop weer een extra bloem. Want we mogen opbloeien en alle facetten van onszelf laten zien. En we mogen onszelf vleugels geven. En echt de vleugels gaan uitstaan. Daar ging echt de healing heel duidelijk om. En dan denk je, ja maar meneer, de healing ging toch om voorbij de angst en onzekerheid. Ja, maar angst en onzekerheid kunnen dus juist ook tegenhouden. In de stappen te nemen om onszelf beter neer te zetten in het leven. Om je misschien op je werk beter neer te zetten. Of om je als moeder beter neer te zetten. Of als partner. Of als gewoon als mens beter neer te zetten. Dus vandaar dat dat wel een heel duidelijk thema was. De vleugels uitslaan kwam ook terug in de twee smutsferen die erin liggen. De ene is van de verzand. Die trots kan zijn. Mooie veren kan hebben. Ook zijn eigen weg zoekt in het leven. En de andere zijn veren van de zwaan. Maar die staan ook weer heel erg duidelijk voor zuivering. Je eigen pad zoeken. Dus je had een draak in de cirkel. Die gaat in de familielijnen. Die kwaliteiten opzoeken die jou kunnen versterken. En helpt je ook om af te schermen en te beschermen. En er zit een speciale kristallen schedel in de cirkel. Die heel erg verbonden is met moeder aarde. Lady Gaia is dat. En Lady Gaia mocht dus ook heel duidelijk ook een rol spelen. En de cirkel werd verder nog aangevuld met twee kristallen die recht overeind mochten staan. En meerdere kaarten. En van die kaarten volgt ook nog een aparte reading. Maar die ga ik misschien vanavond nog opnemen of anders morgen. Want het is ook wel erg warm. Dus ik doe alles stapje voor stapje. Om ook zorgzaam te zijn ook naar mezelf en ook naar jou. Dat je gedoseerd dingen kan opnemen en dat je niet overvraagd wordt. En wat heb ik nou tijdens de healing mogen doen? Aan het begin van de healing heb ik de cirkel geopend. En dat ging ook heel rustig, heel langzaam, liefdevol. Oh, dan gaan we weer hoor. Oh, ik stap weer in de energie van de cirkel. En de laatste tijd voel ik daarin ook energieën ontstaan onder mijn handen. Hele grote krachtige energieën. En die heb ik gezet om ons heen als koepel. Tijdens de healing is het als een beschermende koepel geweest. Zodat er geen invloeden van buitenaf bij konden zijn. Maar die koepels blijven om ons allen heen staan de komende tijd. Nog een maand of twee. En die zorgen ervoor dat negativiteit minder in jouw leven kan komen. Soms komt het er wel in, maar die energie is zodanig dat negativiteit er niet mee samen kan gaan. Dus die voelt zich daarin niet thuis, die voelt geen aanhangerpunten en die zal eerder en met meer gemak uit je leven weer verdwijnen. Dus dat is gaaf iets. Oh. En daarna ben ik begonnen met drummen. Nou, en ik heb het toch, ondanks die warmte, hè. Steeds 11 uur, de warmte neemt dat toe, ook in huis. Nou, ik heb mijn partij zitten drummen en een hoog tempo. En mijn kracht zitten slaan en mijn kracht zitten zingen. En echt heel intens was het, heel intens. En het was echt ook over verhalen vertellen, weer in de emoties gaan zitten.
Waar wil je nu aan werken? Dat er mocht verteld worden. Maar er zijn duidelijk in deze groep twee soorten verhalen. Dus twee verschillende punten waar mensen zich bevinden. Dus het ene verhaal is veel meer nog klagend. En ik zit nog moeilijk en ik zit lastig. En dat wil ik graag anders. En ik vind het echt tijd worden. En de ander was al meer vanuit het niveau van, ik ben al zo ver gekomen, maar ik wil nog verder door en ik wil nog meer bereiken. Dus eerst mocht het meer klagende niveau, de mensen die nog wat op een dieper stuk zitten, mochten een verhaal doen en benoemen en zingen en kwam diep in de emoties en dat kwam eruit en mocht gehoord worden, mocht gevoeld worden, mocht gezien worden, mocht erkend en ervaren worden en erkend worden. En daarna dus die andere stuk groep mensen die al verder zitten en ook die wilden gehoord worden. Ook die wilden graag hun verhaal kwijt. Zodat ook vanuit hieruit het verder komt. Ik zeg niet voor niks, het verslag hoort bij de healingen. Ik ga nu niet voor niks, er komt ook nu weer nog stukken los. Ook dit is weer opnieuw een erkenning. Ook dit punt is weer opnieuw bevestiging van processen die in de healing plaatsvonden. En dat stevige, snelle drummen met zang erbij en actie en ritme. Dat ging echt in een zo hoog tempo. Maar dat komt ook omdat we vooruit willen gaan. We willen in de actie, we willen vooruitgang, we willen resultaten, we willen verder, we willen verder, we willen verder, 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 verder. En ik had echt iets van, jezus, met het warme weer, zo'n actie, moet dat nu? Mogen we het niet rustiger aandoen? Nee, het tempo van actie mag verhoogd worden. Maar niet zozeer dat je echt letterlijk in het zweet hoeft te werken. Want dat gebeurde bij mij dus wel tijdens de healing. Maar dat het innerlijke werk verhoogd mag worden. Het tempo in het innerlijke werk mag hoger. In de transformatiekracht mag hoger. Waardoor je niet letterlijk hoeft te zweten. En letterlijk hoeft te ploeteren in je dagelijks leven. Maar dat daardoor ook sneller de resultaten in het werkelijke leven worden geleverd. Heel mooi. Gaan we weer. En het was ook heel erg duidelijk door die actie. Dus niet langer meegaan in je zelfsabotage van uitstellen, niets doen. Ah, dat komt nog wel. Ah, mañana, mañana, mañana. Morgen, morgen, morgen. Nee, nu in de actie, zodat we voor nu resultaten kunnen behalen. Zodat we nu sneller die gewenste resultaten kunnen behalen waar we zo naar verlangen. Maar dus niet letterlijk met acties in het zweet werken, maar op transformatiewerk, daarin versnelling van de acties. En dat gebeurde dus tijdens deze healing. En doordat tijdens deze healing die actie zo hoog is geweest, is je zelfsabotage nu ook op meerdere punten al weer weggetrild door die hoge energieën. Als die hoge energieën wordt toegevoegd en toegevoegd en toegevoegd, dan kan die lage energieën niet blijven bestaan. Die willen dan naar die hoge energieën toe trillen. Tenminste, zo werkt het over het algemeen. Tenzij je super hardnekkig in je overlevingsmechanisme zit, dan kunnen de andere processen ook daarnaast nog nodig zijn. En daarom is het van belang dat jij nu, dankzij door deze healing, voor jezelf ook intenties gaat neerzetten. Waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe werken? Wees heel helder over die intenties. Ga die intenties voelen. En dan kun je dus daarin nu sneller je doelen gaan bereiken. En als je dat wil bereiken, zorg dan ook voor de ingevingen die je krijgt. Dat je die ook gaat opvolgen. Zodat je sneller bij die doelen kan gaan komen. Dus dat was één stuk van de healing. Daarnaast is er gewerkt aan de healing met de staf. Deze staf heb ik mogen gebruiken. Die heb ik heel lange tijd niet meer nodig gehad. Maar in deze staf is ook van gemaakt door Jan-Pieter Balk. Met de onderaan een stuk kristal, de boven een bol waarin je dus je toekomst kunt visualiseren. En dit hout is echt zo fijn om ook energie te laten stromen. En ik ben met dit staf op een gegeven moment over de cirkel heen gegaan. Ik heb het eerst vastgehouden, opengesteld en ik ben rondjes gaan draaien. Nou, mijn god, wat kan me
toen een emotie los. Ik ben je vastgezette energie los gaan roeren met die staf. Nou, bij sommigen kwamen zulke heftige emoties los. Dat echt zware, heftige emotionele pijnen. Echt, bam, kwam eruit. Kwam los, kwam. En dit is ook de reden waarom ik sommige mensen niet mocht meenemen in die ring. Die normaal gesproken meedoen, maar die ik nu heb moeten zeggen, jij mag niet meedoen. Jij mag niet meedoen, jij mag niet. Omdat het anders voor hun, die zitten emotioneel al op dit moment moeilijk. Maar anders zou het voor hun emotioneel te zwaar zijn geweest. Dit konden zij er niet op dit moment bovenop hebben. Zou je denken, ja, dat zou hem juist verder kunnen helpen. Maar dat zou voor hen te heftig zijn geweest. Maar dit ging echt door tot in de kern. En, want het is uitgedaagd om je leven te gaan leven vanuit een open hart. Je niet langer af te schermen. Je mag niet je muren bouwen om je hart. Je mag gewoon je beschermingsmechanismen zoeken. Waardoor alleen datgene wat goed is in je leven komt en wat slecht is, niet lang in stand houdt in je leven. Die verdwijnt vanzelf weer, want die energie is geen match. En dat is dus nodig. Maar ook tijdens het roeren en het proces daarna, mocht ik vertrouwen toevoegen, mocht ik liefde toevoegen, troost bieden voor die emoties. En daarna konden jullie echt gaan staan in je kern en je weer verder gaan openstellen. En op een gegeven moment voelde ik dan ook echt een enorme rust ontstaan. En toen kon ik dus ook in die rust, vanuit die rust, alles loslaten. En daarmee ook eigenlijk op dat moment de healing afronden. Maar dat kon pas echt op het moment dat ik de healing kon afsluiten. Door ook de Tibetaanse bel te benutten. En die één keer te rinkelen. En daarmee de trilling te bevestigen van deze healing. Ja, en daarna heeft het gewoon nog uren moeten wachten dat ik het verslag mocht maken. Maar ook dat geeft dus weer zijn nut, want je merkt al tijdens deze opname, zitten er weer ga-processen, zitten er weer afrondingsprocessen. En die ga jij ook ervaren als je deze video bekijkt. Dus ik wens je er enorm veel succes mee. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met me op. Dankjewel en tot de volgende keer. Daag!